druk op knipperende schok 2 toegediend. Het is veilig de patiënt aan te raken. Start nu reanimatie. Ga door. Ga door gedurende 1 minuut en 30 seconden. Ga door. Ga door gedurende 1 minuut en 15 seconden. Ga door. Ga door. Gedurende 1 minuut. Gereanimeerd wordt. Weliswaar is het wel in scène gezet, maar een oefening voor de bedrijfshulpverlening van het zwembad in Hogeveen, maar ook voor de ambulance nu, UMCG Ambulancezorg hier in Drenthe. Naast mij Ina Print van de UMCG Ambulancezorg afdeling opleidingen. Ina, vertel eens, een realistische oefening, hè? Ja, we proberen om zoveel mogelijk de oefening realistisch te maken, zodat het voor de medewerkers en voor de BHV echt overkomt. Is het noodzakelijk dat deze oefeningen gehouden worden? Nou, als je kijkt naar de intensiteit, hoe vaak dat gebeurt, gebeurt het gelukkig niet zo vaak. Maar het moet wel, op het moment dat het gebeurt, moet het gewoon goed voor elkaar zijn. En wat je ziet is dat je nu de BHV's gaat oefenen. Mensen kunnen dus echt even oefenen hoe het gaat. En wat je ziet is met name de communicatie tussen de beiden. Die is heel erg belangrijk om te zien hoe het loopt. Dat ze gegevens van elkaar krijgen. En het is realistisch om zo te oefenen. Ja. En er is erg veel behoefte aan. Dat merk je zowel bij de BHV als bij onze collega's. Ik zag, er was iemand nog wel geworden in het zwembad, die hebben ze eruit gehaald. Daarna hebben ze de AED erop gezet. AED, en eigenlijk een beetje een nieuw fenomeen, hè, in Drenthe. Je ziet hoe de bedrijfshulpverlening daarmee omgaat. Is de ambulancedienst daar ook op ingespeeld? De ambulancedienst die loopt steeds meer tegenaan dat je ter plaatse komt en dat er al een AED aan zit. Je hebt steeds meer buurten, verenigingen die al zo'n ding hebben en waarbij de vrijwilligers al begonnen zijn met reanimeren. Dus daar moet je de ambulancedienst op inspelen.
En wat je nu ziet is een stukje oefening van het zit er al op en dan is een ander aanvalsplan als dat je als ambulance niet zelf komt. Dus dat is zeer leerzaam. Ja, voor beide partijen. Dus wat dat betreft denk ik een geslaagde oefening. Ja, absoluut. Als je kijkt ook naar de terugkoppeling van de mensen van de BHV, die zijn erg blij. En dat ze dit op deze manier kunnen doen. Ze kunnen zien wat het gevolg is op het moment dat wij komen. Ze kijken dus eigenlijk in de keuken van ons en andersom ook. Voor de ambulance is het erg fijn dat de BHV'ers al begonnen zijn. En ja, je hebt echt zijn handjes die kunnen helpen. Dus het is een hele mooie oefening. Tot slot, dit is in het zwembad, maar er vinden nog meer oefeningen plaats, hè? Ja, wij zijn in totaal 3 weken bezig op locaties in zowel Friesland als in Drenthe. Dit is de 2e week en wij zitten in de Gamma, wij zitten in een bedrijvenpand. We gaan vanmiddag naar de brandweer. We hebben allerlei locaties waar wij in trainen. En zijn de bedrijven er ook tevreden mee dat jullie hun uitnodigen of omgekeerd? Nou, het is erg leuk. Het is net een beetje een olievlek. Mensen die, als ze één keer gezien hebben wat het inhoudt, dan willen ze ons graag elk jaar weer. Het voldoet aan hun behoeften. Het sluit mooi aan op elkaar. En ze vragen eigenlijk van direct al, kom je volgend jaar weer trainen? Want het is gewoon leuk. Dus ze hebben de baan bij. En als ik kijk naar de ambulancedienst, voor hun is het natuurlijk ook realistisch, hè? Dat het in een bouwmarkt is of in een zwembad en dergelijke. Ja, als je pech hebt, dan gaat hij over 10 minuten inderdaad iemand onder water, wat echt is. En moet je hier dus heen, dus het is realistisch. Nou, heel veel plezier en succes vandaag. Dankjewel. Goed, we zijn hier in gemeentelijke gebouwen in Hogeveen. Wordt er deze week druk geoefend. Een van de hoofd-BHV'ers van de gemeente Hogeveen is Jaap de Boer. Jaap, jij bent hier als waarnemer bezig. Wat is jouw taak? Mijn taak is eigenlijk, ik ben hoofd bij de gemeente bedrijfshulpverlening. Dat betekent dat ik randvoorwaardelijk moet zorgen dat alle BHV'ers binnen alle locaties hun werk moeten doen. Sinds een half jaar hebben we ploegleiders aangesteld per locatie. Dus dat betekent 2 ploegleiders, die hebben een ploegleidersopleiding gehad. En die hebben bepaalde werkzaamheden waar ze voor zich verantwoordelijk zijn. Hè? De veiligheid in het gebouw, zorg dat de vluchtwegen vrij zijn. Bij brand, weet wat je doet, ken je gebouw. Die zijn ook verantwoordelijk om zeg maar één keer in het half jaar te oefenen met hun BHV'ers binnen het gebouw. Alles wat er maar mogelijk is. Hè? De portofoongebruik, oefenen, de BHV-kast, wat zit erin? Nou, noem maar op, hoe werkt de lift? Noem maar, allemaal van die kleine dingen. En dan in dit geval, wat ik nu vandaag, hebben we oefeningen uitgezet in samenwerking met het UMCG. We zijn in de positie dat we 12 ambulanceteams in mogen zetten. Dus dat is echt uniek. Daar ben ik ook heel blij mee. Daar hebben we voor gekozen om die gemeentebreed uit te gaan zetten, die oefeningen. Dus we zitten nu in het zwembad met 3 oefeningen. Vanmiddag gaan we naar de brandweerkazerne. En morgen hebben we in het werkplein, hebben we 3 casussen. En morgenmiddag in het kompagniehuis. Dus dat betekent dat alle onderdelen en alle ploegleiders in actie komen. En dat in eerste instantie er een calamiteit plaatsvindt binnen de gebouwen. Het onderwerp vanuit het UMCG is cardiologie. Dus dat betekent dat het allemaal met het hart te maken heeft. Mensen zijn er ook op getraind. Er is een casus, wat er aangeboden. Onze bedrijfshulpverleners doen de eerste opvang. Gaan naar de patiënt toe. Het hele aanspreken en kijken van, is er ademhaling en zo niet. Dat betekent dus dat er een hartstilstand is. Weten zij dat er een oefening plaatsvindt of worden hun ook voor het blok gezet, zeg maar? Ze weten dat er een oefening is, maar ze weten niet precies, ze weten ook dat het cardiologie is. Dus ze zijn voorbereid op het gebruik van de AED. En ze weten in ieder geval dat het einde van de casus is altijd reanimeren. Het zijn allemaal gemeenschappelijke gebouwen, hebben we het over gehad. Je bent hoofd van het hele gebeuren. Over AED's gesproken, zitten die momenteel in alle gebouwen hier in Hogeveen? Hoe is dat verdeeld? Ja, we hebben in de gemeentelijke gebouwen, staat bij de receptie, overal in AED. Onze mensen zijn er ook op getraind. En wat vandaag ook voor het UMCG een heel mooi leermoment is, dat ze eigenlijk bijna niet te maken krijgen met het overdracht van de bedrijfshulpverlening die een AED gebruikt naar het ambulancepersoneel toe. Dat is ook nieuw, dus dat is voor hen ook een mooi leermoment. En wij, voor ons is het leermoment van, als de professionals komen, dan denken de meeste BHV'ers van, oké, ik hoor de ambulance binnenkomen, mijn taak zit erop. Nou, dus niet. Je kan het, wat je hier net ook gezien hebt, de mensen die moeten echt blijven reanimeren, tot soms wel een half uur lang. Dus dat is heel vermoeiend. Maar wij zijn er heel blij mee. Als BHV-organisatie doen we hier heel veel ervaring mee op. Hoe zijn de reacties van de mensen zelf, van de BHV'ers zelf? Ja, heel enthousiast. Na elke casus gaan we ook evalueren samen met het ambulance-team en onze BHV'ers, gezamenlijk. Zo van, wat zijn de leermomenten geweest? Wat viel ons op? En daarna gaat het UMCG met hun eigen personeel apart, want ik bedoel, er zijn altijd aandachtspunten voor de ambulancechauffeur en voor de verpleegkundigen. Nou, dat gaat ons niet aan.
En wij gaan met onze eigen BNV'ers apart en kijken van wat zijn onze leermomenten. En ja, op een later moment komen we daarop terug. En ja, dat zijn eigenlijk de momenten waar wij weer mee verder kunnen. En dat is de opzet ook van deze oefening. Dus een geweldige samenwerking met de UMCG Ambulancezorg en de BNV'ers van de gemeente Hoogeveen. Ja, dat is dit vooropgezet. En ja, we zijn in een unieke situatie dat wij echt van de professionals gebruik kunnen maken. Ja, nogmaals, wij zijn daar heel blij mee. Succes vandaag. Ja, hartelijk dank. Een van de BNV'ers die was druk bezig met het redden van een drenkeling. Hoe is het eerste indruk? Hoe is het bevallen? Het is heel goed bevallen, ook samenwerking met UMCG, dat is het is altijd een prima oefening. Ja. Eerder gedaan? In het echt, ja. Dat is heel anders, hè? Ja, dat is altijd heel anders. Maar het gaat automatisch, dan ga je over op de automatische piloot en dat wil prima. Ja. Ik zag op het moment dat die drenkeling niet goed werd, u dook het water in en hup, direct de kant op, hè? Dat ja. Is ook de methode, ja, denk ik, hè? Ja, ja. Ja, dat zo gauw mogelijk eruit, ik bedoel, en dan eventuele verdere stap. Hoe was de samenwerking met de ambulance dienst? Perfect. Dat ging uitermate goed. Succes. Ja, dank u wel. We zijn en worden beroemd. Beroemd en heel algemeen. Willen we dat?